Hey, dit is Stefan van wetenschapsschool.nl. Hier een filmpje over het aansluiten van de ampère en de voltmeter. Nou, een meter sluit je in serie aan op het onderdeel waar je de stroomsterkte van wil meten. Stel, ik wil bijvoorbeeld een, de uh, stroomsterkte meten door dit lampje, dan haal ik hier een draadje los, zoals we hier zien. Ik stop de meter ertussen en nu staat die meter in serie met dit lampje. En wat we dan aflezen op dit schermpje, dat is dan de stroomsterkte door dit lampje. Nou, datzelfde kunnen we doen voor dit lampje en zelfs voor de spanningsbron. Het maakt ook niet uit aan welke kant we een draadje loshalen als we die amperemeter maar in serie zetten. Nou, hier zien we dat ook nog een keer schematisch afgebeeld. Nou, merk op dat we de pluspol van de batterij verbinden met de pluspol van de amperemeter. Dat is uh, misschien een beetje tegennatuurlijk. We hebben hier de plus en die wordt hier verbonden, zoals je kunt zien, met de plus van de amperemeter. De min aan de andere kant wordt verbonden juist met de min van de amperemeter. Nou, de amperemeters zijn zo gemaakt dat ze de schakeling zelf niet kunnen beïnvloeden. Dus een amperemeter doet verder niks met de stroom. Nou, hoe doet een amperemeter dat? De nou, amperemeter heeft een eigenschap dat het zo goed als 0 ohm heeft aan weerstand. En dat betekent dus dat de ladingen er ongestoord doorheen stromen. Nou, hier zien we nog een voorbeeld van een, uh, het meten van de stroomsterkte in dit lampje hier in een parallelschakeling. Wat we doen is: we halen de draadjes los, in dit geval twee draadjes aan één kant. We zetten de amperemeter ertussen. Dus draadjes los bij het lampje, amperemeter ertussen. En nu staat de amperemeter in serie met dit lampje. Nou, nu de voltmeter: uh, een voltmeter slaat je parallel aan over het onderdeel waarvan je de spanning wilt meten. Wil ik bijvoorbeeld de spanning van dit lampje meten, dan pak ik dus twee draadjes en ik sluit die voltmeter daar parallel over aan. Hier zien we dat schematisch afgebeeld. Nou, ook voltmeters zijn zo gemaakt dat ze de schakeling niet kunnen beïnvloeden. En bij voltmeter is het geval dat die voltmeter zo goed als een oneindige weerstand heeft, zodat alle ladingen die door deze schakeling gaan, allemaal door het lampje gaan en zo goed als niet door die voltmeter. Nou, hier zien we nog een voorbeeld van een parallelschakeling. Stel ik wil de spanning weten van dit lampje. Dan sluit ik die voltmeter daar dus parallel over aan. Ik kan ook de spanning van de spanningsbron zelf meten. Dan sluit ik hem dus aan op deze poort en op deze poort. Nou, hier nog een filmpje over het iets complexer aansluiten van voltmeters. In deze afbeelding zien we een gemengde schakeling. We zien hier twee lampjes en hier nog een lampje. En ik heb even aangegeven hoeveel spanning we over hebben op verschillende punten. Nou, de, spanning loopt van de, plus naar, of de stroom loopt van de plus naar de min, dus we hebben hier 12 volt. We gaan eerst de onderste doen, hier nog steeds 12. In deze stroomkring zit maar één lampje, dus hij raakt hier al zijn energie kwijt. Dan houden we hier 0 over en dan komt hij met 0 volt aan bij de batterij. Als hij bovenlangs gaat is het hier ook 12. Dan gaat hij door een lampje heen met 8 volt, dus dan houdt hij nog maar 4 over, want 12 min 8 is 4. En dan gaat hij door dit lampje heen en dan is hij zijn energie weer kwijt. Nou, als ik nou de stroomsterkte, of een stroommeter, of een spanning, pardon, als ik een spanningsmeter hier aansluit, op een een of andere manier, dan meet die spanningsmeter eigenlijk het verschil tussen de spanning op de twee punten waar ik hem aansluit. Nou, stel dat ik bijvoorbeeld de spanning als volgt aansluit, bijvoorbeeld hier, zet ik een spanningsmeter. Nou, op dit punt was het 12 volt, op dit punt was het 4 volt, het verschil tussen die twee... Is 8, want 12 min 4 is 8 en dat betekent dat deze voltmeter 8 volt zou aangeven. Als ik een voltmeter bijvoorbeeld hier aansluit, dit is 12 volt en dit is 12 volt, het verschil dat is 0 volt, dus dan zal die spanningsmeter helemaal niks aangeven. Nou, en op deze manier kan je dus hoe je ook een spanningsmeter aansluit, altijd uitvinden wat die uh, spanningsmeter gaat zeggen. Goed, dat was hem weer. Dank voor het kijken. Wil je mijn kanaal steunen? Klik dan op de like-knop en vooral ook op de subscribe-knop. Voor het volledige lesprogramma kun je terecht bij wetenschapschool.nl. See you next time.